Dit weekend vindt de eerste Freedom Tour van Nijmegen plaats. Jong en oud stapt op de fiets om een historische fietsroute door Nijmegen te fietsen. Uiteraard vergt dit de nodige voorbereiding. Arthur Hofstad is een van de organisatoren. Ja, daar zijn we toch echt wel maanden al mee bezig geweest. Allereerst om te bepalen dat we van 4 dagen, hè, want de eerste 3 jaar hebben we de Nijmeegse Fietsvierdaagse georganiseerd. En dit jaar hebben we bedacht in het kader van 75 jaar bevrijding, 75 jaar geleden Market Garden, dat we dus naar een 2-daagse fietsbelevingstocht gaan. En dat is de Freedom Tour geworden. Onderweg kunnen mensen gebruik maken van zogenaamde superstops. Dit zijn plekken die iets te maken hebben gehad met de Tweede Wereldoorlog. We hebben er in totaal 15 superstops. En dat begint morgenochtend met de eerste op de Ganzenheuvel hier in het centrum van Nijmegen. Met de gidsen van het Nijmeegse Gilde die uitleg geven over het vergissingsbombardement. Maar ook in Wiegen, daar wordt het ook leuk met oude lege voertuigen. Waar wordt verteld dat wat daar in de oorlog is gebeurd. Maar ook vooral ook met de bevrijding. Daar gaat het vooral om. En wat natuurlijk erg interessant is om te vertellen, is het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Dat heet sinds afgelopen weekend heet dat het Vrijheidsmuseum. En daar kunnen de mensen dus gratis naar binnen voor een kort museumbezoek. Vanzelfsprekend kunnen de organisatoren van alle kanten hulp gebruiken. Ja, nou ja, goed, we organiseren het vanuit de stichting Ox Max. De bekende organisatie op het gebied van evenementen, de Bosbankloop en de Ronde van Nijmegen bijvoorbeeld. Maar ook andere organisaties als de gemeente Nijmegen, gemeente Bergendal, die zijn hierbij betrokken. Het Infocentrum en de Lindenberg, de start-finish van de Freedom Tour, die zijn mede-organisator. En dan natuurlijk alle locaties van de superstops onderweg. Wij hebben gedacht dat het erg leuk is om het op zo'n manier te doen. Hè? Dat opa en oma hun kleinkinderen kunnen vertellen hoe zij die oorlog hebben beleefd. Of hoe daar vroeger over is verteld. En dat op die manier de jeugd wat meer betrokken is bij de historie. En dan dus vooral de historie van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn op dit moment al zo'n 500 inschrijvingen voor de Freedom Tour. Ook is er een speciale actie voor grootouders en kleinkinderen. Klopt, ja. Nou, en ook daar hebben we natuurlijk een keuze uit moeten maken. Want er zijn honderden plekken, interessante plekken waar we iets over zouden kunnen vertellen. Maar we hebben nu voor deze 7-8 per dag hebben we dus gekozen. En daar kunnen de mensen dus live horen van gidsen wat er is gebeurd. Maar we hebben daarnaast ook een app, een speciale Freedom Tour app. Die mensen dus gratis kunnen downloaden en waar de informatie ook dus te lezen en te zien is. Op het moment dat ze dus die plekken, die hotspots kunnen passeren. Deze kleinkinderen en grootouders zullen ongeveer een dag bezig zijn met de route. Er valt namelijk een hoop te zien.